Ik doe gewoon mijn dingen. Niet zoveel dingen boeien mij. Waarom wil ze weg? Mensen, ik ben Umidia, ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Venlo. Mooie, mooie Limburg jongens, het lekkere Limburgse fly. En daar ben ik super trots op. Numidia, de stoere, knappe Marokkaanse met de energie voor 10. Je kan Numidia al kennen van The Voice Kids en haar bijdrage op de hitsingle Melly Melly met Ali B en Ronnie Flex. Melly Melly, Melly Melly, waarom krijg ik je niet uit mijn hoofd? Ook haar bijdrage op Denna Denna belandde op nummer 1 en bracht ze onlangs zelf een single uit met Femke Louise. Ik ben bij Trifecta gekomen, eigenlijk door Ali. Hij heeft gezegd dat ik Melly moest doen als test. Ik heb de refrein van Melly gezongen en hij vond het gelijk super mooi. En toen zei hij van, ja weet je, blijf er gewoon lekker op. En ja, toen ben ik bij Trifecta terechtgekomen en ik ben super blij met jullie. Dit zijn mijn vriendinnen en dit is mijn moeder. Ja, je ziet het. Lijkt op mij eerlijk. Lijkt op mij. Ik op haar. Ja. Welkom hier in Limburg, in Venlo. Bij ons. Ik vind de muziek leuk. Is echt, wat ik moet zeggen, ik ben trots op haar. Alles wat doet zij. Ik doe voor haar nog stonen tot einde. Ja, toch? En ik hou van haar. Ja. Melly, Melly en Denna zijn allebei in trending geweest en zijn ook over de paar miljoen views. Daar ben ik super trots op, want er ging echt een nieuwe wereld voor mij open. Numidia die is bij ons sinds de zomer 2019 getekend. Ik denk dat ze sindsdien iedereen hier op kantoor elke dag weer weet te verrassen met haar verschillende talenten. En met gewoon de uitzonderlijke grote glimlach die op haar gezicht is en die ook aanstekelijk werkt. Ja, mijn vrienden zeggen altijd, Numidia bent echt niet 100. Dat is die bel, hè? Zeg, dat is die bel van die school? Dat is die bel. Ik ga stuk, hoor je dat? Ja, altijd. Oké, kom, ga lopen, man. Dit duurt allemaal veel te lang weer. Hier is Mina. Altijd met Numidia. Op pad is altijd langzaam, slak op pad. You know? Bedoemd. Het is een toppetje. Ja, maar jij bent een topper. Het is echt gewoon niet 100, maar ik hou van haar. Klopt. Ja. Zij is aanwezig. Precies. Bij haar, als je Numidia hoort, dan weet je altijd drukte, dan weet je goeite en dan maak je altijd iets leuks mee. We zijn hier bij mijn achterdeur. Hier heb ik zoveel trefbal gespeeld. Van alles gevoetbald. Deuren ingetrapt. Hier is echt de vaste plek om te vechten. Ik snap niet, ik denk omdat politie hier niet zo makkelijk kan komen ofzo, ik heb geen idee. Maar hier vochten we altijd. En er was altijd dit hek tussen en dan stond iemand hier en dan stond de andere daar en dan was ja, vreselijk. Mij kun je wakker maken voor donuts. Hey, bij Dunkin' Donuts heb je zo'n gekke, weet je dat nou? Zo'n gekke ding met zo'n chocola Nutella erin. Nou, daarvoor kan je mij elke dag wakker maken, geloof me. Ik was dus 6 jaar toen ik hier voetbalde. Het heette Quick Boys. Het was echt even van de leukste tijd van mijn leven ook wel. Maar ik ben er heel snel mee gestopt, want het was net niks voor mij. De muziek is toch iets beter. Hey! Kom! Hey. Mijn muziekstijl is best verschillend eigenlijk. Ik vind alles leuk om te doen en ik wil ook echt alles gaan doen. R&B, hip-hop, dus Arabisch met hip-hop. Ik vind alles leuk en mijn muziekstijl zal ook wel echt uitgebreid geshowd worden eigenlijk. Ze heeft ook met haar vader gespeeld, overal in Nederland, in Marokko, in Spanje. In Duitsland. Ik heb vroeger met mijn vader gezongen in het Berbers, Marokkaans. Toen had ik gezongen voor het Hart en Ziel concert. Afscheid naar Beatrix. De beste van ons staat, de mensen met een goed hart. Ga luisteren en lezen, wat de oude onderwezen. Ik wil nog steeds blijven met haar vader ook een paar muziek, paar liedjes doen. Dat is heel blij, dat is goed voor haar van haar vader allebei. Ja. Ik ben opgegroeid als muzikant. Mijn vader is muzikant. Mijn moeder zei altijd, toen ik nog in de buik zat van mijn moeder en mijn vader speelde gitaar, begon ik altijd te trappen. Ja, het zat al in me, jongens. Het zat al in me, nee.
heb je een hoekje. Mijn lievelingste nummer? Eigenlijk allemaal. Even één. Ja, van Melly Melly sowieso. En N.O.I.E.K. En de rest ook Liefde. Lief. Leef. Leef ook. Toch als vrouw zijnde wil ik toch in de Nederlandse scene echt een hele andere vibe brengen. En ik wil gewoon alles naar boven halen, gewoon het uiterste uit alle vrouwen halen en eigenlijk ook een van de grootste artiesten in Nederland kunnen worden. Wat zo goed aan Numidia is dat ze een soort allround superster is. Ze heeft de looks, ze kan echt zingen, hè, met of zonder autotune. Ze kan dansen en niet een beetje dansen, maar dansen. Gaan schrijven en gewoon prettig in de omgang bent. Over alle basisingrediënten om superster te worden. Dit is de eerste dansschool waar ik heb leren dansen, waar ik überhaupt heb gedanst, waar ik mijn grote kans heb gekregen. In mijn danscarrière heb ik echt heel veel gedaan. Ik ben heel veel dansscholen gedanst. In Venlo bij de Urban Dance Studio groeide ik echt als een solo danser. Numidia heeft echt een aantal jaren les bij ons gehad. Ze komt nog steeds wel eens langs, want ze woont natuurlijk niet meer in Venlo, helaas. Dus, maar ze komt nog steeds wel eens langs, dus we zien haar nog wel eens af en toe. En net als mijn kinderen, die twee zijn helemaal gek van Numidia. Als ik het niet meer voor jou kom, dan kom ik bij je, oh. En dan blijf ik bij je, oh. Dan kom ik bij je, oh. En dan blijf ik bij je, oh. Battles gedaan, ik heb in teams gedanst, ik heb in het buitenland gedanst voor wedstrijden. Ik ben een keer solo Nederlands kampioen geweest en Europees kampioen als freestyler. In mijn teams heb ik super veel prijzen gewonnen. In de danswereld ben ik heel ver gekomen en daar ben ik super blij mee. Mijn allergrootste doel is uiteindelijk wel mijn kinderen kunnen geven wat ik niet had. Daardoor doe ik dit, daarom maak ik deze muziek. Ik zelf wil later kunnen zeggen van ik heb zo hard gewerkt dat ik alles had kunnen geven aan mijn kinderen en alles kan doen wat ik wil. Dus als je iets wilt en al heb je geen geld, al heb je niks, al ben je dakloos, als je iets wilt is er een weg en als je daarvoor vecht dan kom je er uiteindelijk toch. Dus dat wil ik heel graag meegeven en bedankt voor het kijken. I love you guys.